Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 29 januari. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Achter mij zie je alle was bungelen. Ik heb de handdoeken gisteren opgehangen, want die had ik gedraaid. Gisteravond heb ik lekker mijn televisieprogramma's gekeken. Ik heb gekeken naar 4 handen op 1 buik. Ja, wel een mooie uitzending. Ik vond de jongen in kwestie wel een beetje zielig. Ik vond het verhaal een beetje vaag. Aan de ene kant, waar het op neerkwam is, ze hadden bewust voor een kindje gekozen. Alleen ze hadden niet verwacht dat het al zo snel zou lukken, zeg maar. Toen gingen haar ouders verhuizen en zij is dus mee verhuisd. Terwijl ze eigenlijk al samenwonen met die jongen. Dus zij is weer terug bij haar ouders gaan wonen. Ook wel om financiële redenen, wat ik zo begreep. Alleen die jongen die had dus ook al een zoontje uit een eerdere relatie. En omdat haar ouders gingen in Zwolle wonen en zelf kwamen ze uit de buurt van Rotterdam. En Zwolle-Rotterdam, ja, dat is natuurlijk best wel een afstand. Was het voor hem heel erg moeilijk dat hij bijvoorbeeld dat hij niet bij allebei tegelijk kon zijn. Dus ik vond het aan de ene kant vond ik het voor hem best wel heel erg zielig. Want ja, je neemt de beslissing om dan, hè, als dat meisje zijnde, terug bij je ouders te gaan wonen. Maar je zit wel weet ik hoeveel kilometer bij je de vader van je kindje vandaan en bij je vriend. Dus dat vond ik best wel een beetje zielig. Maar ja, je weet vaak niet hoe dat verder verloopt. Wat ik begreep is dat dit ook al ongeveer een jaar geleden is opgenomen. Dus die kindjes zijn inmiddels al 1, sommige. Maar ja, goed. Ja, het zijn dingen van het leven, denk ik dan maar. Daarna heb ik Married at First Sight gekeken, waar best wel een onverwachte wending bij kwam. Want er was dus nog een koppel wat ging trouwen. En ik dacht eigenlijk dat het homoseksuele koppel het laatste koppel zou zijn dat zou gaan trouwen. Maar dat was dus niet het geval. Er komt dus nog een koppel wat gaat trouwen. En wie weet komt er nog wel een koppel. Ik sta nergens meer van te kijken. Volgens mij hadden ze meestal rond de 5 koppels. Maar ik durf er geen pijl meer op te trekken. Klee gezien, Rex gezien. Ja, de standaard dingetjes. Ik ben met mijn foto's aan de gang geweest. Ik heb ze voor het grootste gedeelte klaar met bewerken. Alleen het was jammer, want een paar waren niet helemaal goed gelukt. Die moet ik even opnieuw doen. Maar dat kan straks wel eventjes, want ik heb nu niet zo heel veel editwerk meer met mijn vlog. Dus dat is wel lekker. Ik heb boodschappen al gedaan. Die zal ik jullie even laten zien. Ik zal even de statiek erbij halen. Tja, dat is altijd wel eventjes het ritueeltje van de week. En verder heb ik eigenlijk ook niet heel veel te melden. Oh, ik zie een YouTube-melding voorbij komen. Even kijken hoor, wat dat is. Oh, we hebben een nieuwe abonnee. Oh, wat leuk. Welkom op mijn kanaal. Ik zit nu op de 222, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Heel erg blij mee. Ik zet jullie even op het statiefje. Dan wil ik jullie eigenlijk even iets heel erg handigs mededelen. Ik heb daar vandaag voor het eerst gebruik van gemaakt. Als je bij de Lidl komt en je hebt een smartphone, kun je de Lidl-app downloaden. De Lidl-app ziet er zo uit. Het heet Lidl Plus. Dus het is deze app. En hier heb je dus allerlei aanbiedingen. Als jij... Ik heb een kraskaart ontvangen, zie ik. Ik ga eens even kijken. Ik heb een prijs gewonnen. Nou ja, soja yoghurt. Nou ja, het is leuk, maar dat eet ik niet. Maar dan ga je hier naar de coupons. En dan zie je hier een heleboel coupons staan. Bij mij staat er nu bijvoorbeeld studentenhaverbein, aardbeienjam en biologische couscous. De romige yoghurt en een grof volkorenbrood. Lokgarnalen, koffiebroodjes, een vers pakket voor je erwtensoep en een pitloze witte druiven. En er zit dan een korting op en dan kun je daar dus op drukken en dan kun je hem activeren. Dus ik doe nu gewoon even deze activeren, dan heb je hem geactiveerd. En dan ga je dus weer naar je startpagina en dan kun je dus naar je Lidl Plus kaart gaan. En dan kun je dit scannen, bij de kassa hangen scannertjes. En dan kun je dit dus scannen en dan... gaat de korting ervan af. Dus ik had vandaag voor cola voor 4 euro. En ik had de cups voor mijn Dolce Gusto met 25% korting.
Dus dat was wel heel erg handig. Dus mocht je daar nog geen gebruik van willen maken, is het misschien een, of gebruik van maken, is het misschien een tip. Mocht je dat willen doen, download even die app. Want het kan leuke korting opleveren. Zoals ik had nu gewoon 6 flessen cola voor 4 euro. Inclusief het statiegeld. Dus nou, hoe leuk is dat? Ik ga even de boodschappen halen. Ik was heel even bij het kruidvat en Leo gehaald. Ik heb nu een keer de Faris, de Pink Passion. En ik weet eigenlijk niet. Oh ja, die is wel heel erg lekker. Had je tweede voor de halve prijs. Dus ik heb twee flesjes. En daar kreeg ik een gratis mok bij. En dan is deze met All Eyes on You. Hoe leuk is die? En ik heb eventjes een big shirt gehaald. Met Let Me Sleep, met oogjes. En ik heb een S'je genomen. Ik had misschien ook een emmertje kunnen nemen, maar S zit over het algemeen vrij goed. Dus dat is gewoon deze. Hier zie je hem op de achterkant iets beter. Bij Lidl dus de cola. Ik heb toiletpapier gehaald bij Plus. Nou, Lidl is de Gusto Cups dus. Met 25% korting. Gehakt. Ik ga morgen gewoon even lekker een soepje maken. Ik heb aardappelschijfjes gehaald. Ik heb een fles cassis gehaald, want Nathalie komt heel misschien zaterdag en anders volgende week een keer. Moeten we nog afspreken. En die zei, ik wil wel cassis, had geen blik, dus ik heb maar gewoon een fles meegenomen. Frietsaus. Ik heb vermicelli, ik heb figuur vermicelli en ik heb ook even gewone vermicelli. Ik vind het wel lekker om dat een beetje af te wisselen. En dit is gewoon krul vermicelli in middelmaat. En ik koop dit eigenlijk altijd van honing, omdat ik die het lekkerst vind. Ik heb biefstuk tataartjes voor vrijdag. Die waren in de aanbieding. Slaafwinken. Ik heb schnitzels gehaald. Voor zondag. Dat moet niet op elkaar, want ik vind die verpakking nooit zo handig. Moet je heel makkelijk in moet drukken. Dus ik moet ook een beetje mee uitkijken. Ik heb weer even verse tomatenspul gehaald. En ik was heel blij, want ze hadden nu weer van het plusmerk. En er zit dus dan zo'n heel handig topje op, waardoor je hem kunt afsluiten. En dat vind ik zelf gewoon heel erg prettig. Chocomel weer gehaald. De boontjes die waren in de aanbieding. Super fijn. Een broccolietje voor maandag. Een zakje met, of een bakje met frikandellen, want ik weet niet hoeveel ik er zelf nog had. En het laatste is een zakje pap. Dus dat waren eigenlijk alle boodschapjes. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik een sopje maken en dan ga ik hier aan de gang. Ik had trouwens ook nog een broodje, maar die is al op. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan zet ik jullie er gewoon bij als ik mijn dingetjes ga doen. Dus dat is de planning. Thank you.
Zo, het huis is schoon. Ik moest alleen eventjes mijn raam bijwerken. Want dat was niet die spray, dat was even een beetje vervaagd. Dus dat moest ik even bijspuiten, omdat het stinkt gigantisch. Dus ik heb nu het even bijgespoten. Dus ik heb even net flink met de roomspray door het huis gegaan. Ik ga nu eerst even de vlog afmaken. En dan... zitten jullie straks wel. Het is nu 3:45. Dus ik denk dat ik hem nu wel afkrijg. En dan hoef ik dat vanavond in ieder geval niet meer te doen. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Zo, de vlog is af. Dus daar ben ik wel blij mee. Hij is nu aan het renderen. En hoef ik hem alleen nog even op te slaan. Dus dat is wel lekker. Ik ga nu even lekker relaxen. Want de katten hebben net gegeten. Strakjes lekker douchen. En dan kijk ik tijdens het eten even Gordon met de 100-jarige. En daarna ga ik gewoon even mijn man is klusje kijken. En dan met Johnny. En vanavond gewoon mijn eigen programmaatjes. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ben echt niet blij met mijn ramen. Dus ik moet echt even nieuw spul halen. Ik moet echt even opnieuw. Ik ga het ook gewoon niet laten zien. Want ik vind het gewoon beschamend. Dus dat is eventjes de planning voor vandaag. Ik moet vanavond nog even een artikel schrijven. Het is alleen even een kwestie van de vlog online zetten. En dan heb ik verder ook een lekker avondje. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Verder niet zo heel veel meer doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen terug. Want ik heb verder toch niet heel veel meer te vertellen. Dus ja, dat is nu mijn planning. Mijn batterij is ook bijna leeg. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 30 januari. Ik ben klaargemaakt. En heb ik een planning vandaag? Nee, niet echt. Ik heb een paar dagen chill. Ik ga zo meteen even een video opnemen. Dat vind ik wel eventjes fijn om te gaan doen. Omdat het nu redelijk weer is. En ik morgen weer niet weet hoe het met het weer zit. En ik dacht, ja, dan kan ik misschien vanavond eventueel al editen. Gisteravond heb ik Help Mijn Man is Klussen gekeken. En Down met Johnny. En tijdens het eten had ik even de 100-jarige gekeken met Gordon. Ik blijf dat een heel erg mooi programma vinden. Ik vind het toch wel heel erg bijzonder om te zien dat sommige mensen, dat ze al best wel een hoge leeftijd hebben, maar dat ze nog zo actief kunnen zijn. Productief zelf. Sommigen die wonen gewoon nog thuis. Ja, ik vind het heel ontroerend. Ik vind het heel mooi. En ik vind dat Gordon het ook echt heel erg leuk doet met die mensen. Ik denk dat we Gordon ook heel veel kennen als de grappenmaker en een beetje het aanwezige persoon. Maar in deze serie is hij gewoon echt heel anders. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Gisteravond mijn eigen serietjes, Glee en Rex. Dus dat was verder niet heel bijzonder. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb al wat foto's bewerkt voor mijn kwasten. Mijn nieuwe kwasten zet. Alleen er moeten even een paar nieuwe foto's bij gemaakt worden. Die moet ik zondag even maken. Want die waren niet heel duidelijk. Dus die moet ik even opnieuw doen. De vlog die kon ook gewoon al gelijk online. Dus dat was ook wel lekker. Want daar had ik niet heel veel werk mee. Omdat die gewoon al klaar was. En ik had hem ook al gesaved. En dat ging wonder boven wonder ook goed. Dus dat was heel erg fijn. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn avond. Verder niet bijzonder, maar een beetje zoals elke avond. Ik ga hier zo even stofzuigen. Dan ga ik dan eerst even de video opnemen. Dan ga ik daarna even wat bullet journalen. Ik wil ook heel graag hier een nieuwe aan de gang. Maar ik moet eerst die andere nog afmaken. Ja, heb ik nu even zoiets van... Maar ja, het moet gewoon even gebeuren. Ik wil eigenlijk zou ik ook een nieuwe doos nog willen inrichten. Maar ik denk dat ik dat dan morgen gewoon even ga doen. Aangezien ik nu ook niet een hele warme trui aan heb en het boven best wel fris is. De muis is er ook. En muis, wat doe jij steeds als ik uit de slaapkamer kom? Dan kom jij erin, hè? Doen we niet, hè? We mogen niet in de slaapkamer. Alleen als ik schoonmaak, hè? Dan mag je er komen, anders niet. De muis heeft altijd van die leuke pluisjes op de oortjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar die heeft echt van die pluisjes. Daarom heeft muis ook de bijnaam muisjepluisje. Omdat ze van die pluisjes op de oren heeft. Echt superleuk. Ik ga even stofzuigen. Dan ga ik eventjes de spullen klaarzetten om de video op te nemen. En dan bij het bullet journal ga ik jullie er gewoon bij zetten. Verder gewoon even lekker relaxed. Even lekker, ja, redelijk normaal. Ik had ook een beetje weer een rare droom. Dus ja, het slapen, dat is gewoon nog steeds een dingetje. Dus dat wil allemaal niet zo goed. Maar goed, ik ga dat nu eventjes doen. En dan gaan we eens even kijken hoe ver we gaan komen. Zo, video staat erop, dus ik ga nu even wat kleuren en wat verven in mijn bullet journal, voor mijn bullet journal, zodat ik dat in ieder geval weer af heb, zodat dat ook weer kan hangen en kan drogen. Dus ik ga jullie er gewoon even bijzetten.
klaar. Ik heb opgeruimd. Zoals je kunt zien heb ik net de balletjes voor de soep gedraaid. Is ook wel lekker. Straks lekker soepje. Ik vind het ook met verse gehaktballetjes vind ik ze wel het lekkerst. Ik koop ook wel eens van die volgedraaide balletjes. Het is altijd wel eventjes een nawerkje, maar het is wel heel erg lekker. Tijdens het eten kijk ik de slechte chauffeur. Had ik opgenomen maandag. Dat vind ik wel leuk. Vanavond heb je geen meester Frank Visser en ook geen handhavers. Wat je wel hebt is 50 tinten grijs. Of 50 Shades of Grey op tv. Dus misschien dat ik die even aanzet. Ik weet nog niet. Even kijken. Er is verder niet zo heel veel op tv. Ik kijk gewoon mijn eigen programma's weer. En ik moet misschien even alvast met de video aan de gang. Ik hoop dat de kwaliteit goed is. Want het was toch weer niet helemaal je van het. Omdat het toch vrij donker was. Dus moet ik even kijken of dat allemaal goed is gegaan. Anders moet je opnieuw. Moet even nog wat foto's bewerken. En verder wordt het gewoon een vrij basic rustig avondje. Maar dat zijn jullie van mij gewend. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Ik ben op zich nog redelijk ver gekomen met het verf. Ik had verder willen komen. Maar ja, het is gewoon even niet anders. Ik heb die ene paar bladzijden zijn gewoon nog heel veel werk. Dus we gaan morgen gewoon weer lekker verder. Ik ga nu lekker chillen en dan zie ik jullie morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 31 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet echt een planning vandaag. Het enige wat wel moet gebeuren is dat de video opnieuw opgenomen moet worden die ik gisteren had opgenomen. Ik keek er gisteravond even na en toen dacht ik nee. Hij is toch te donker en ik kan hem wel lichter zetten, maar ik weet gewoon dat jullie dat niet heel erg prettig vinden. Dus ik ga even kijken dat ik de camera wat lichter kan zetten. Het heeft altijd wel een beetje te maken met het licht hier, ja, omdat ik eigenlijk maar licht heb van ERA, dat heb ik al vaker verteld, is dat soms niet heel erg makkelijk. Maar dat ga ik zo even proberen. Ik heb gisteravond 50 tinten grijs gekeken, die was op televisie. Je hebt nu 3 donderdagen achter elkaar de 50 tintfilms. Ik vond het wel leuk om weer een keertje te zien. Sommige films vind ik wel leuk om meerdere keren te bekijken. Het was voor mij alweer een tijd geleden ook dat ik hem had gezien. Dus ik dacht, nou, vind ik wel leuk. Ik heb Glee gekeken en ik heb ook Rex gekeken. Het jammer is wel dat ik nu op YouTube door de laatste Rex heen ben. Ik weet niet of er dus nog meerdere afleveringen zijn. Anders wil ik eens kijken of misschien toch de Italiaanse versie erop staat. En anders moet ik over naar een andere serie, maar dat weet ik dan nog niet. Dus dat is een beetje het lastige in deze. Ik heb ook een pakketje binnen en die ga ik zo even met jullie uitpakken. Want ik heb namelijk een flitser besteld. Maar daar zal ik zo even wat meer over vertellen. Het was ook wel heel schattig bij Rex. Ja, eigenlijk was het een beetje zielig. Ze hadden een zaak en op een gegeven moment werd Rex geschorst. Want hij werd ervan verdacht dat hij iemand voor een vrachtwagen zou hebben geduwd. Nou, als Rex iets niet doet, is het iemand voor een vrachtwagen duwen. Alleen hij was er als eerste bij, zeg maar. En het baasje en de collega kwamen er vrij snel achteraan. En toen ineens zag je de grote baas. Die hadden we eigenlijk nog nooit gezien. En die zei dus van, ja, je hond doet wel meerdere dingen die niet kunnen, dus hij is geschorst. Dus het baasje zei tegen Rex, ja, wat vind je hier van? Hij gaf zo dat papier en Rex begon het hele papier aan flarden te scheuren, want hij was het er natuurlijk niet mee eens. En ze moesten ook een beetje op een vuilnisbelt en dan heeft hij hele schattige sokjes heeft hij aan, zodat hij dus geen nare dingen in zijn pootjes krijgt. En dat was in het beginseizoen niet, want toen waren ze ook een keer op een vuilnisbelt en toen droeg het baasje hem. En toen zei zijn collega, vind je het niet een beetje overdreven? Ja, weet je hoeveel troepie ligt wat tussen zijn pootjes kan komen? Maar ik hoop dus dat ik nog wat kan vinden. Moet ik vanavond even kijken. Ik zal even het statief pakken, dan zal ik eens even een pakketje erbij pakken. Ik heb gisteravond ook nog eventjes mijn besteklade afgewassen. Want dat wilde ik al een tijdje doen. En ik had gisteravond niet zo heel veel afwas. Want na de soep heb je het eigenlijk vrij makkelijk. Dus ik dacht, oh, dat kan ik wel even doen. Dus die heb ik lekker afgenomen. Ik heb even al het bestek wat erin lag ook afgewassen. Want ja, als je je bestekla uitwast, wil je natuurlijk ook je bestek schoon hebben. Althans, dat wil ik. Dus dat heb ik gedaan. Even dit dingetje erop draaien. En dan zal ik jullie even wat meer vertellen over de flitser. Dan zullen we eens even uitpakken. Hij staat in de gang. Ik zal hem even pakken. En even
zal hem even opensnijden. Ik bestelde mijn flitser bij cameranu.nl. Vrij compact doosje. Ik wilde al een flitser kopen toen ik die zaterdag met mijn vader in de stad was. Maar ze hadden ze nergens. Natalie heeft toen bij de camera's ging kopen, heeft zij een flitser gekocht bij de Mediamarkt. Alleen dat was wel bij een andere Mediamarkt. En deze Mediamarkt had gewoon echt bijna niks waar ik toen was. Heb ik ook nog nagevraagd. Joh, is dit het enige wat je hebt? Dus kijk je aan van, dat zal wel hè, als dat er ligt. En toen we daar met Natalie waren, toen hadden ze wat meer. Mijn vader die heeft zelf een flitser via AliExpress gekocht, jaren geleden. En hij zei, je kunt het ook via AliExpress doen. Momenteel is er op AliExpress is het een beetje lastig met bestellen, omdat het best wel lang duurt. Dat heeft te maken met het Chinese nieuwjaar en nu met het virus natuurlijk wat er hangt. Dus ik lees regelmatig op Facebook dat mensen zeuren van, mijn pakketje komt maar niet aan, het duurt zo lang. Kom maar, muis! De muis is een beetje aandachtvragerig. Hallo. Dus, ja, en omdat je dan boven die €22,50 zit, vind ik het een beetje angstig. Omdat je dan met die douane zit, zeg maar. Dan kunnen ze kosten gaan in rekening gaan brengen. Dat is een risico wat je wel of niet moet willen lopen. Toen dacht ik, kan ik het beter in een Nederlandse webshop bestellen? Ik heb ook serieus even met de vraag rondgelopen. Als ik nu op AliExpress bestel, komt dat virus niet in mijn pakketje mee? Dat is misschien heel erg dom dat ik dat dacht. Alleen, toen zag ik dus op Facebook dat ook een aantal mensen die vraag stelden. En daar werd best wel lacherig over gedaan. Alleen, ik had zoiets van, ik heb het zelf ook afgevraagd. Dat blijkt dus helemaal niet te kunnen. Alleen, ik heb wel met de gedachte gespeeld. Dus ik heb nu een flitser gekocht bij camera nu. Ik heb er eventjes naar gezocht. Dat ik een goede had, want ik heb een Nikon camera. Dus we gaan hem er even uithalen. Ik ben namelijk gegaan voor de Zhongnuo Speedlight IN56SEX3. Dat is deze. En we gaan hem eens even openmaken. Hij zit heel goed verpakt. En dan hebben we hem hier. Handleiding. Ik denk dat die Chinees is. Oh, er zit ook wel Engels in. Nou, dat wordt dan even vertalen, want daar ben ik dus totaal niet goed in. Maar ik heb wel een app. Dus, en je hebt hier ook nog een QR-code, kun je hem scannen, maar de kans is aanwezig dat dat Chinees is. Hij zit goed verpakt. Hij zit in een hele mooie hoes. Dus je kunt hem heel mooi verpakken. Hier zit in een voetje om hem te bevestigen ook nog. Maar dat is nu even niet belangrijk. Het gaat nu om de flitser. Dit is hem dan. Er zit alleen geen beschermkapje op. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar die kun je ook wel eens kopen op AliExpress. Hij heeft hier een schermpje waarop je de instellingen kunt doen. De batterijen gaan hierin aan de zijkant. Er gaan er 4 in. Nou, dat is mooi, want ik heb 4 batterijen ook bij mijn oplader. Hij heeft een draaibare kop, zeg maar. Dus je kunt hem zo. Ja, je kunt hem best wel draaien. Dus ja, dit is dus mijn nieuwe flitser. En die zet je dus, kun je dus zo in je camera neerzetten. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ik hiermee kan gaan spelen. Ik zie hier ook nog wat zitten. Nou ja, hier zitten dus ook nog een aantal van die filters in. Die kun je ook trouwens kopen op AliExpress. Maar ik ben wel heel erg blij hiermee. En ik ga hier dus gewoon lekker mee spelen. Dat was mijn flitser. Dan ben ik alleen dat leuke zwarte dingetje wat er op zat, in zat, om hem vast te maken kwijt. En die moet ik wel even vinden. Gewoon zo'n soort dingetje. Want anders gaan de katten ermee aan de haal. Oh, hij ligt hier.
Ik ga nu even stofzuigen en voor jullie de video opnieuw opnemen. En dan ga ik, daarna denk ik nog even bullet journalen. En dan zet ik jullie dan gewoon bij. Maar eerst maar even zorgen dat de video er goed op komt. Zo, video staat er weer op. Ik zet gelijk even de tas terug. Want ze hadden me gevraagd of ik wat ze in mijn bag wilde opnemen. En dat vond ik wel leuk om te doen. Ga ik gelijk even ondertussen mijn camera opruimen die hier nog staat. Dus ik kan opgeruimd worden en is vanavond even de video in elkaar zetten. Even wat drinken. Ik vind zelfs hier nog wat er even terug in moet. Even dit opruimen. Dan ga ik maar even verder met kleuren, denk ik. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk die oude bullet journal afronden. En ik zal zo eens eventjes optellen hoeveel boeken ik nou heb gelezen. Daar ben ik nog steeds wel benieuwd naar. En ik had dus een idee. Omdat ik dus heel erg veel boeken lees, dacht ik misschien is het leuk om een soort van nieuw item op mijn kanaal te gaan introduceren. Dat ik video's ga maken over de boeken die ik heb gelezen. Dat ik wat meer over vertel wat mijn mening daarvan is. Het lijkt me heel erg leuk om dat per maand te gaan doen. Ik weet wel, het past misschien minder bij mijn kanaal omdat het heel veel beauty is. Maar ik denk dat als je gewoon een idee hebt dat je het gewoon kan uitbreiden. Het hoeft natuurlijk niet altijd beauty te zijn. Ik bedoel, dat is wel waar ik op gericht ben. Maar ik denk dat een beetje afwisseling ook wel leuk is. Maar laat gewoon even weten of jullie dat ook leuk vinden. Het lijkt mij een superleuk idee. Ik heb ook echt al ideeën hoe ik dat wil gaan doen. Maar ik ga gewoon even, ja. Het lijkt mij gewoon superleuk. Maar laat gewoon even weten wat jij ervan vindt of dat je het leuk vindt. Ja, misschien doe ik het even goed wel. Ik weet het niet. Ik ga dit even opruimen, dan ga ik wat drinken en dan ga ik even in mijn bullet journal aan de gang. Op de bank. Mijn hoofd die bonkt, want ik heb hoofdpijn. Daar ben ik al mee gaan slapen gisteren. En het heeft niet echt geholpen om het te verminderen. Even alles opgeruimd. Ik ben blij dat de video nu goed gelukt was. Vanavond kijk ik Flikken Maastricht natuurlijk. GTS, ik word nu trouwens ook best wel spannend. Er zit hier een heel lang haar aan. Er staan al wat spannende dingen op de planning. Ik weet dat vanavond Johnny Kraaikamp zijn debuut maakt. Ik denk als opa, vermoed ik, maar dat weet ik dus niet zeker. Bij de familie Verduin volgens mij. Nou, Flikken Maastricht, daar heb ik heel veel zin in. Ik kijk straks met eten eventjes, is er een dokter in de zaal? En ik wil vanavond even 5 Days Inside kijken naar Flikken Maastricht. Lijkt me heel interessant, want ze gaan bij een instelling voor mensen die slechtziend zijn of misschien blind. Dat weet ik dus niet. Ik heb alleen het voorstukje gezien, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik ga mijn video editen. Mijn artikel moet ik nog schrijven. Ik ga even kijken of er nog iets is van Rex. En anders ga ik iets nieuws opzoeken. Maar dat horen jullie dan morgen wat ik uiteindelijk heb gevonden. En ik had nog even een paar foto's opnieuw gedaan. Dus wat dat betreft, ja, best een productief dagje. Morgen weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik weet niet of Nathalie nog komt. Ik heb nog niks vernomen, dus ik ga er niet van uit. Maar mocht het wel zo zijn, dan zien jullie dat vanzelf. En anders sowieso even de kwasten wassen. En ik denk nog even verder met het bullet journalen, want nu zit ik er wel even lekker in. Ik ga jullie dan morgen zien, want ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks douchen en eten maken. En vanavond lekker op de bank met een cappuccinootje voor de buis. Dus ja, ik zou zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 1 februari. Ik ben klaargemaakt. Natalie komt vandaag niet. Die komt maandag, want hun hadden nog wat dingetjes in huis die ze wilden ophangen. En toen zei ze van, is het dan goed dat we maandag afspreken, want hun komen daar door de week niet echt aan toe. Omdat ze beide werken. Dus dat wordt dus maandag. Gisteravond heb ik lekker Flikker Maastricht gekeken. Het was een hele mooie uitzending ook weer. Ook wel weer een beetje een... ik had het einde had ik iets anders verwacht dan dat het uiteindelijk was. Dus ja, je leeft daar toch een beetje mee. En is het uiteindelijk toch gaat het iets anders dan dat je verwacht. Daarna heb ik 5 Days Inside gekeken. Dat vond ik eigenlijk best wel heftig. Het was in een soort kliniek. Voor mensen die slechtziend waren of zelfs blind. Ik vond het best wel aangrijpend. Want er was 1 mevrouw die was echt al vanaf haar geboorte blind. Dus die wist niet beter. Maar de meesten waren, sommigen die waren ook gewoon nog heel erg jong. En die zagen dus nog maar 5 of 10%. En dat was van de een op de andere dag gebeurd. Dus best wel bizar dat dat ineens zo kan. Die hadden dan ook wel een speciale oogziekte waar ik echt de naam niet meer van weet. Want dat was zo ingewikkeld. Maar die gingen daar een beetje leren hoe ze dus hun leven konden leiden. Ondanks dat ze dus slechtziend waren. Er was bijvoorbeeld 1 jongen die moest heel erg oefenen. Kreeg hij de opdracht, ging de begeleiding wel mee in de bus. En hij kreeg de opdracht om in de stad 4 krentenbollen te gaan kopen. Dus hij kreeg wat geld mee. En dan was het dus de taak voor hem om mensen aan te spreken van... weet u waar dit of dit is? Dus hij zocht een HEMA. Dus hij vroeg aan iemand, weet u waar de HEMA is? Dat meisje dat leidde hem gewoon echt naar de HEMA toe. En die vroeg daar dus echt ook aan de medewerkers van, kunnen jullie deze jongen even helpen? Nou, dat deden ze dan ook gewoon. Dus maar best wel, ja, ik vond het best wel aangrijpend. Best wel gek hoe dat ineens zo kan, zeg maar. Maar ze leerden ook wel creatieve dingen. En ja, het is wel mooi om te zien, maar ik vond hem wel aangrijpend. Ik heb ook Glee gekeken en Rex is echt klaar nu. Seizoen 11 stond op YouTube, alleen dat was dus echt Italiaans. Nou, ik spreek geen Italiaans, dus er was geen ondertiteling bij, dus dat werd hem niet. Ik weet dat het in Nederland ooit is uitgezonden, wel met ondertiteling, maar op YouTube was het dus niet te vinden, want er stonden allerlei Chinese tekens bij. Nou, dat wist ik al helemaal niet wat ze bedoelden. Dus ik ben nu begonnen met Hudson en Rex. Dat is een Canadese serie. En ik ben er toevallig opgekomen omdat Natalie een tijdje geleden een keer een plaatje stuurde. Want het stond op Videoland. En het is eigenlijk ook, het gaat ook om een recherche team. En die hebben dus ook een hond die Rex heet. Het is wel ook afgeleid van Commissaris Rex. Maar het is niet de Rex van de serie. Althans, er wordt niet gerefereerd naar de vorige serie van Rex. Maar ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het eigenlijk best wel leuk. Dus ik ga vanavond een 2e kijken. Natuurlijk kijk ik nog steeds gewoon Rex ook op RTL Crime. Op zondagavond komt dat en neem ik dan op. Maar voor de andere dagen, als ik daarmee klaar ben, dan heb ik dus nu Hudson en Rex. De planning voor vandaag is, ik wil zo even mijn boodschappen naar boven brengen. Even stofzuigen, dan even mijn kwasten wassen. Ik kan nu weer even grondig, want de vorige keer heb ik het in de douche gedaan. Nou, dat was voor een keer prima. Alleen je ziet toch minder goed of dat alles eruit is. Omdat ik zonder bril gewoon niet heel veel zie. En ik hou mijn bril niet op met douchen. Lijkt me logisch. Al zijn er mensen die het wel doen. Dus dat ga ik eventjes doen. En daarna ga ik gewoon even verder met bullet journalen. Dus ja, een beetje basic dagje, verder niet heel bijzonder. Ik ga even die spullen opruimen en dan ga ik jullie straks even bijzitten met de kwast te wassen en als ik ga bullet journalen. Thank you.
alles opgeruimd. Ik heb die nieuwe pyjama hier even liggen. Die had ik op de handwas gedraaid. Dan moet ik straks even een goed hangplekje voor zoeken. Want er zal best wel iets droog zijn. Mijn Bullet Journal of 2019 is nog steeds niet af. Dat vlot niet echt. Maar ik was het nu ook wel zat. Maar dat komt ook omdat ik weer van boven kom. De kwasten zijn schoon. Boodschappen staan boven. Dus wat dat betreft was het best wel een productief dagje. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik een nieuwe quiz op SBS6. Daar kun je zelf ook meespelen. Dus ik ben wel benieuwd of dat leuk is. Neem ik even All Together op. Dat kijk ik dan later. Ik kijk Wie ben ik. Ik kijk Sowieso Klee en dan Hudson en Rex. Dus dat wordt een beetje mijn avondje. Misschien dat ik ondertussen ook nog wat aan de vlog ga doen. Ik wil even mijn nagellak eraf halen. Dus gewoon even lekker basic, lekker relax. Ik ga nu dan morgen verder weer zien. Want ik ga nu toch niks meer doen dan alleen even lekker relaxen. Dus ja, ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 2 februari. Ik ben lekker op de bank aan het zitten. En ik was even met Nathalie aan het appen over morgen. We willen misschien even naar het dorp. Dus even aan het typen. We willen misschien even gaan knutselen ook. We wilden eigenlijk nog naar een dorpje hiernaast gaan al een tijdje. Maar dat is nu op de scooter een beetje te koud. We wilden dat gewoon eens proberen hoe lang dat is. Als het goed is, is het gaan we dan eerst knutselen en dan daarna eventjes naar de naar het dorp. Dus maar gaan we morgen even kijken, omdat het morgen waarschijnlijk gaat regenen. Zij wilde sowieso eventjes naar de Lidl, zegt ze net. Ze hadden een opbergbank gezien die ze heel graag wilde hebben. Dus moeten we eventjes even kijken. Maar dat is op zich wel, wel gezellig. Gisteravond heb ik die nieuwe quiz gekeken. Moet ik even kijken hoe die heet hoor. Want dat was met Linda de Mol. Dat is Deze quiz is voor jou. Dat was een quiz die speelde 4 bekende Nederlanders in 2 teams tegen elkaar. En de beste speelt dan de finale. Het lijkt een beetje op weet ik veel. Alleen dit keer spelen ze dus voor iemand in het publiek die dat dus niet weet. Mickey, laat mijn gordijn los. Mieke zit vast in het gordijn. Kom maar, ik zal je even helpen. Goed zo. Dit was voor een leenstaande moeder. Haar beide dochters die waren ziek. En hadden ze ook al een crowdfunding voor opgestart. En die moeten dus een operatie ondergaan. En die kostte volgens mij voor €250.000. Maar ze hadden een bedrag van 46.000 geloof ik bij elkaar. En dan moet ze nog wel een bedrag bij. Dat moet dan voor april moest dat bij elkaar zijn. Omdat het anders niet goed komt. Dus ja, dat is eventjes kijken hoe en wat. Of dat ging lukken. Maar ik vond de vragen, ik vond het leuk dat je mee kon spelen. Maar sommige vragen waren wel echt moeilijk. Ik had sommige vragen ook echt nooit van gehoord. Sommige dingen stond ik echt te kijken. En is het gewoon echt puur gokken. Ja, de ene ronde gaat beter dan de andere ronde. Je hebt drie rondes van 15 vragen. Maar ik vond het op zich wel leuk om mee te spelen. Ik heb daarna Wie ben ik gekeken. Dat was ook wel leuk. Maar het is wel zo dat het is wel elke week hetzelfde. En je speelt elke week hetzelfde spelletje. En af en toe dan word ik het gewoon een beetje zat. All Together nou heb ik ook nog even teruggekeken. Ik moet niezen. Was ook wel weer leuk. Alleen Gerard Joling is wel heel erg aanwezig. En dat las ik ook al bij de reacties dat sommige mensen hem wel een beetje zat worden. En ik weet dat in seizoen 1 deed Jamai het, niet Gerard Joling. Maar ja, dat heb ik dus nooit gezien. Dat ken ik alleen van de voorstukjes.
Ja, en ik vond de winnaar er gewoon te dik bovenop liggen, omdat je heel vaak mensen hebt die dus al iets hebben gedaan. Dit keer had je Nathalie Makoma. Nou, die heeft meegedaan aan Idols. Dat is dat donkere vrouwtje met zo'n neusring in en die heeft heel veel haar. En ze was weer gaan dansen en aan het springen. Je keek bijna tegen de onderbroek aan, want ik dacht van, oh, dat jurkje is net te kort. Dat ik denk van, ik zou er zelf dus niet mee gaan lopen. Maar ja, toen zij in de finale kwam, lag het er gewoon dik bovenop dat zij hem zou halen. Ja, ze had ook gewoon 100 punten. Voor 100 mensen die gingen staan. Dus ik heb Klie gekeken. Nog een paar afleveringen ben ik door seizoen 4 heen. Ik heb ook Hudson en Rex gekeken. Dat was ook wel mooi. Maar vanavond heb ik gewoon weer Commissaris Rex. En ja, ik vind dat toch wel heel erg leuk. Ik heb niet zo al te bed geslapen, want ze waren hier vanmorgen al heel hard aan het woekeren en aan het doen buiten. Ik weet niet wat ze aan het doen waren, maar ik dacht echt, jeetje, het is zondag, moet dit? Blijkbaar moest het. Vandaag eigenlijk weinig op de planning. Eventjes zometeen stofzuigen. Ik moet even mijn batterij opladen voor mijn flitser, want dat ben ik dus vergeten. Ik dacht er gisteravond nog wel aan, maar ik dacht ja, ik wil ze eigenlijk niet hier opladen. In de slaapkamer vind ik het niet zo handig, want ik heb en niet veel stopcontacten en waarschijnlijk brandt er zo'n lampje op die oplader, waardoor ik denk van daar ga ik niet van kunnen slapen. Dus dat vond ik een beetje lastig, dus dat heb ik niet gedaan. Dus dat ga ik zo meteen even doen. Straks even mijn fotootjes maken en ja, voor de rest gewoon lekker relax. Je hebt om 4:15 Ajax PSV. Dus dat is wel een beetje een van de belangrijkere wedstrijden, zeg maar. Natuurlijk is elke wedstrijd heel belangrijk. Maar dit zijn wel de wedstrijden waar je gewoon voor gaat zitten. Althans, als je van voetbal houdt. Als je er niks mee hebt, is het natuurlijk ja, bekeken zaak. Dan heb je zoiets van. Ik kreeg laatst ook al een opmerking van iemand. Van dat jij van voetbal houdt. Die hield er totaal niet van. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar het is bij mij ook wel iets gewoon eigenlijk. Wat er ook wel in is geslopen toen ik een relatie had. Dan was het gewoon ook elke zondag was het voetbalmiddag. Alleen, we waren grote tegenpolen. Want degene met wie ik was, dat was een Feyenoord-fan. Ajax Feyenoord. Nee. Hij gaat nooit naar de Feyenoord aan. Als je waar Ajax bent. Nee, dat is onzin. Maar en dat, je merkte dat wel, die strijd die was er dan wel. Vooral als ze dan tegen elkaar moesten spelen. Dan zat de een aan de ene kant van de bank en de ander echt aan de andere kant van de bank. Dan elkaar lekker lopen te pesten. Maar weet je wel op een manier dat je het voor elkaar kon hebben. Maar ja, het is er toen een beetje ingeslopen. Ja, en ik vind het nog steeds gewoon superleuk om naar te kijken. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga even stofzuigen, mijn batterij in de oplader steken. Ik denk voor de rest niet echt dat ik wat zal vloggen vandaag. Misschien dat ik jullie er even bij zit als ik met die flits aan de gang ga. Maar anders, als dat niet lukt, dan vertel ik jullie wel even hoe dat is bevallen. Als dat dus lukt met die batterijen. Ik heb ook nog wel gewone batterijen. Maar ja, als ik die oplader niet opgeladen krijg genoeg, dan houdt het natuurlijk op. Maar ik ga gewoon eventjes kijken. Batterijen in de oplader. En er zit dus geen indicatie op. Dus nou zien jullie het amper. Ik zal even het lichtje aan doen. Dus ik had hem vannacht kunnen opladen. Dat is een beetje raar. Dan weet ik niet eens wanneer ze vol zijn. We gaan straks gewoon proberen. Alleen dit soort van verpakkingen zijn gewoon vervelend. Want je haalt je hele hand open. Ik heb nog niet mijn nagels gedaan trouwens. Alleen mijn tenen. Want ik doe vanavond. Goed. Stofzuigen. En dan maar eens even foto's maken. Resultaat van de foto's met een flitser.
Met de externe flitser. Ik heb ook een foto die is zonder externe flitser gemaakt. Die ga ik even voor jullie opzoeken. Deze zijn dan bijvoorbeeld zonder externe flitser. Zien er ook natuurlijk best wel goed uit. Ik denk dat het voor jullie niet echt mooi overkomt. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Dus ik ben er heel tevreden over. Nu zit de oplader in een andere stopcontact. En hij heeft dus wel degelijk lampjes. Ik snap niet waarom ik het net niet zag. Maar hij heeft ze dus wel. Ik heb alles weer opgeruimd nu. Foto's geïmporteerd. Ik heb het jullie geprobeerd te laten zien. Mocht het nou met editen zo zijn dat het echt helemaal niet mooi eruit ziet, kan ik altijd even wat foto's invoegen. Zodat je even het verschil kan zien met de flitser op de camera zelf of de externe flitser. Maar ik ben wel tevreden. Ik ben er wel heel erg blij mee. Moet ook wel lachen. Hè? Eigenlijk, ik heb die batterij heel even in opladen gegaan. Ik heb zien een flitser gedaan van, nou, ik ga het proberen. Nou, ze hebben het gewoon continu volgehouden. Terwijl ze bij een camerawinkel dus zo'n opladen van de Action helemaal niet aanraden. En dat is misschien ook wel het verkooppraatje. Maar ik heb zoiets, je kan het gewoon eerst proberen. Als het niet bevalt, kan je altijd nog duurder gaan. Maar ik ben er tevreden over tot nu toe. Ik ga zo lekker Ajax kijken. Vanavond kijk ik Nederland tegen België. Baantje. Ik neem even die noodcentrale op. Die kijk ik dan later even. Klee. En vanavond is het weer Gorex op RTL Kruim. Straks even alles van alles instellen. Ik wil ook even smeres opnemen. Ook al kan ik dat dus nog niet zien. Omdat ik nog ergens in seizoen 2 hang. Maar het blijft wel gewoon erop staan. Dus dat geeft niet. Straks even lekker douchen en eten. En dan vanavond even nog foto's bewerken. Dus eigenlijk ja, gewoon een beetje een basic avondje. Niet heel bijzonder. Ik ga mijn nagels eventjes lakken. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Nathalie komt dan vrij op tijd. We hebben nog geen tijd afgesproken, maar dat komt vanavond wel. En dan zien jullie morgen Nathalie ook weer een keer. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Ik ga nu lekker mijn dingen doen. Voetbalwedstrijd kijken. En dan zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze maandag. Het is 3 februari. Ik ben met Nathalie, die net even wat pepernoten naar binnen werkt. We zijn niet zo lekker meer. Niet? Nee. Oh. Bij gebrek aan koekjes neemt ze pepernoten. We zijn al even naar de Lidl geweest. We hebben een broodje gehad. En Nathalie heeft een bankje gehaald voor in huis. Dat hebben we al eventjes gedaan. Maar het was een beetje een bende bij de Lidl. Want ze waren in het filiaal bezig. En vond er wel mee van? Nou, toen ik een blikje ging halen, toen haalden ze net de stelling weg. Dus dat hebben we al even gedaan. Nathalie heeft de knutselspullen bij zich. En dan gaan we vanmiddag nog even naar het centrum. Nathalie wel eventjes naar het kruidvat en even naar de Zeeman. En het trekpleister. En het trekpleister. Dan gaan we gewoon even daar een rondje doen. Het is niet super mooi weer. Het was een beetje miserig straks. Wij zitten nu eventjes aan wat drinken. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik vond het een beetje rotlak. Hij bracht niet echt heel gemakkelijk aan. Ik vond het vrij dik. Oké, niet zo goed. Het was gewoon niet zo heel fijn. Heb jij nog wat leuks gezien gisteravond wat je wilt delen? Nee, niet veel. Ik keek naar FIFA. Ik heb gekeken naar Baantje. Naar Nederland tegen België. Noodcentrale. Klee, Alex. Deze is verrassend weer. Ja, nee, niet echt. Wat doe jij in je leven? Nou, tv kijken. Alleen s'avonds, overdag nooit. Maar toch. Ach, je moet wat. Waar je s'avonds wegkijkt, ik denk dan, waar haal je die tijd vandaan in de avond? Je vergeet weer hoe goede tijden kijkt. Ja, maar dat was gisteravond niet. Nee. Een baantje dus volgende week voor het laatst ook al. Ik heb hem al lang afgezien. Ja. Ik ben niet scherp. Nee, jij stelt niet echt scherp, maar ik moet wel even het kaartje legen ook. Dus we gaan jullie straks nog even ergens bij zitten als we nog wat gaan doen. Jo! Dus, tot later. Thank you.
Zo, wij zijn even naar het dorp geweest. Het licht is niet optimaal, maar dat is nu even niet zo lekker. Zo, dit is beter. We hebben even wat dingetjes gehaald. We wilden eigenlijk ook een ijsje eten, maar de snackbar was dicht, dus dat is niet gelukt. Het is ook niet echt weer voor ijs, dus dat scheelt. Nee, maar wij eten altijd ijs. Wil jij laten zien wat je hebt gekocht? Het is niet zo spannend. Het is babyspam. Een lopje. Met cute beestjes, animals. Hij is echt super goedkoop, hè? 2,75 of zo. Ja, nou ja, wat is goedkoop? Voor een printje is het goedkoop. Want als je dan kijkt naar die van de Zeeman, die saai wit zijn. Oh. Heb je ze voor 1 of voor 2 euro? Wat is 1 euro waard? Nee, deze zijn 1,80. Want dit is een t-shirt rompertje. En die andere is een hemprompertje. Oh ja. Deze. Ja. Maar ik heb gewoon 4 hemdjes in de kleinste maat. En 2 t-shirtjes in een maat groter. En dan tegen die tijd zie ik wel weer wat er nodig is. En 2 verschoningsmatjes. Voor de babby. Ook allemaal met korting. Ja. Ik had even haarverf gehaald. Spannend, was 1% gratis. Dus ik heb deze even gehaald, maar haar moet nodig geverfd worden. En ik had deze Real Techniques kwast. Die was nu met 50% korting. En het kostte nu nog 7 of wat. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dus dat waren eigenlijk onze koopjes. Wij gaan nog even wat drinken en nog even kletsen. En Nathalie gaat straks weer een beetje op tijd naar huis. Dat is moe. Ja, ik moet slapen. Ik zie jullie sowieso later. En ik weet niet of jullie Nathalie zondag zien. Nee, doei! Doei! Zo, Nathalie is al een tijdje de deur uit. Die ging rond 3 uur ging ze weg. Ik heb toen even daarna mijn was opgeruimd. Ligt allemaal alweer netjes in de kast. En de handdoeken liggen ook op zijn plaats. Alleen die pyjama hangt er nog, want die is nog niet droog. Toen heb ik daarna nog even mijn bullet journal verder gedaan. Maar ik dacht, zet jullie er nu niet meer bij. Want het is nu toch puur afmaken van die oude. Maar ik denk van de week wel dat ik alvast in mijn nieuwe ga starten. Anders loop ik weer zo achter. Als ik er van de week niet heel veel tijd voor heb om te bullet journalen. Omdat ik deze week de week van de grote schoonmaak heb. En dat betekent dat ik ook vrijdag de slaapkamer moet doen. Dus niet een extra dag heb om te knutselen. Maar goed, volgende week weer een week. Nou, was verder ook heel gezellig. Dus leuke middag gehad. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik kijk vanavond Married at First Sight. Nou ja, goede tijden. Oh, wacht even hoor. Ik dacht dat Mickey al uit het hokje was gegaan. Hoe heet dat nou? Het programma met Martijn Krabbe. Uitstel van executie. Volgens mij is dat best wel een bijzondere aflevering. En Rex en Klee. Ik had nu wel echt een leuke aflevering met Klee. Met ook allemaal leuke liedjes. En dat vind ik ook wel als de liedjes echt leuk zijn. Voor de mensen die het nog willen weten, het nagellakkleurtje wat ik draag, omdat ik het meestal noem. Ik zal hem even pakken. Zoals ik al zei, ik ben er niet helemaal kapot van. Ik vind het kleurtje heel leuk, maar gewoon omdat ik de kwaliteit vond ik niet zo. Dat is dus deze. Dit is de kleur 42 Everybody Say Yeah. En ik had vandaag ook mijn nieuwe truitje aan van de Primark. Die kan ik ook nog wel even laten zien, mocht je het leuk vinden. Dat was dus deze. Die korte, dus die had ik aan. Ik ga nu lekker relaxen. Ik zie jullie dan morgen weer. En ja, ik moet vanavond trouwens ook nog artikelen schrijven voor de blog. Dus nou ja, nog genoeg te doen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 4 februari. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo mijn dingetjes doen. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Goede tijden. Married at First Sight. En zoals ik in de vorige vlog al... Heb ik dat in de vorige vlog? Heb ik dat vorige week verteld? Weet ik niet meer. Maar er gaat dus inderdaad nog een koppel trouwen. Ze hebben echt heel veel koppels dit seizoen. Misschien dat ze vandaar ook nu hebben gezegd, we zenden het 2 keer per week uit, zodat je niet wekenlang hier aan zit. Want
ik had het al een beetje gezegd, maar het was dus echt zo dat er dus nog een koppel gaat trouwen. Dus ik denk dat het daarom ook gewoon allemaal wat langer duurt. Dus dat heb ik gezien. Ik heb uitstel van executie gezien. Dat was ook een hele andere case dit keer. Het ging over een vrouw die... Nee. Siri gaat zich er ook mee bemoeien. Ik heb een beetje last van mijn traanoog. Die mevrouw die was gescheiden en die had twee dochters. En dat huis moest verkocht worden. Alleen dat huis was gewoon onverkoopbaar. Ze wisten niet hoe ze hiermee aan de gang moesten gaan. Er moest waarschijnlijk wel een ton in. En dat was dan nog minimaal om dat huis op te knappen. Het was echt... echt heel erg. De makelaar zei ook, het is gewoon eigenlijk een sloopkogel. De buitenmuren zijn slecht. Eigenlijk is alles slecht. Dus dat was heel erg lastig om te gaan waarmaken. Dus uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen dat de bank die heeft het uiteindelijk verkocht, het huis. En ook laten opknappen. En toen hebben hun dus wat gedaan aan de nieuwe woning voor die mevrouw. Want ze kreeg dus wel een nieuwe woning. En waardoor ze dus... daar hebben ze daar wat aan gedaan. Uiteindelijk gingen ze geloof ik met beide 20.000 euro dat ze nog over hadden aan schuld. En dat konden ze dan, in ieder geval die mevrouw kon dat gewoon zo lang erover doen met aflossen zoals ze wilde. Ze hoefde geen traject in. Dan heb ik Glee gekeken en Glee, dat vond ik best wel heftig. Want het was een aflevering, dat heette Shooting Stars. Ze hoorden op een gegeven moment in die school hoorden ze schoten van een pistool. En ik denk dat dat ook een beetje gebaseerd is op de schoten die in Amerika werden zijn gelost. In Amerika zijn natuurlijk al diverse mensen geweest die op een school hebben geschoten. Dus dat was in dit geval ook zo. Alleen het zat iets anders in elkaar. Want er is één meisje die in de Glee Club zit. Die gelooft heel erg in het einde van de wereld. Ja, ze is een beetje... koekoek als je het mij vraagt, want zij is heel erg bezig met, ze denkt ook echt dat haar kat van alles kan, dat hij ook echt boeken kan lezen en dat soort dingen. Maar die is dus heel erg bezig met het einde van de wereld en het was dus voor een paar afleveringen terug dacht ze al dat het einde van de wereld zou zijn. Toen dacht ze het weer, maar nu was het dus weer niet gebeurd. Dus ze had ook echt zo'n club daarvoor opgericht en toen zei ze dus ik ga die club opheffen. Nou is het zo dat er op die club in die school ook een meisje zit, op die school ook een meisje zit met het syndroom van Down. En die sprak haar dus eigenlijk aan het einde aan van ja, kan alles niet blijven zoals het is. Voor altijd in de cheerleaderclub blijven. En ik wil gewoon niet dat dingen veranderen. Ja, zei dat meisje die dus overal in gelooft. Maar ik moet wel ver gaan. Want ik kan volgend jaar heel goed gaan studeren. Nou, volgens mij was dat eigenlijk helemaal niet het geval. Maar heeft ze zich dan zelf aangepraat. Ik kan naar elke school gaan die ik wil. Dus ik wil niet dat alles zo blijft. Maar... nou ja, ze probeerde dat meisje dat een beetje uit te leggen waarom dingen dus veranderden. Toen leek ze het eerst te begrijpen. Alleen toen is ze dus naar de coach gegaan van de... ja, ik heb elke keer de naam van die cheerleaderclub in mijn hoofd. Maar dan van de cheerleaderclub. En dat is echt een heks, moet ik zeggen. Ik vind dat echt geen leuk personage. Soms heeft ze wel eens dingen dat ik denk van... goh, je toont ook nog wel eens je... goeie kan, maar over het algemeen vind ik haar niet leuk. Toen zei ze dus van, het heeft allemaal geen zin meer. En zij had dus een pistool meegenomen, waardoor die coach geeft het pistool aan mij. En in feite ging dat pistool eigenlijk twee keer per ongeluk af. Dus die coach die heeft de schuld op zich genomen, dus die is nu ontslagen. Maar het was best wel heftig, want ze zaten eigenlijk met z'n allen en op twee mensen van de Glee Club na zaten ze niet in het lokaal. Dus dat was best wel heftig. Je zag gewoon dat iedereen heel erg bang was. Nou, het lijkt mij ook doodeng als jij op school zit. Überhaupt als je ergens bent en je hoort ineens van die schoten. Dus dat vond ik best wel heftig. Ik heb daarna ook Rex gekeken en dat was het eigenlijk wel. Dus dat was mijn avond. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb zelfs een artikel ingepland. Die is ook al online. Ik ga nu eerst even de kattenbak doen en een wasje aanzetten. En dan ga ik even de gang in de douche doen. Ik ga jullie gewoon bijzetten en hoeven... verder, dat lukt vandaag.
Klaar. Ik zit precies met mijn snuffertje in de zon. Ik ga even hier zitten. Dus het ligt ook niet heel veel beter, maar ik zit nu echt in de zon. Bandjes net afgehaald. Ik heb jullie geprobeerd er een keer bij te zetten bij de gang. Ik denk niet dat die beelden heel fijn zullen zijn, want ik denk dat dat niet echt een succes was. Maar ik dacht, ik probeer het een keer. Mocht het niks zijn, doe ik het gewoon niet meer. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb eigenlijk gewoon alles gedaan wat ik wilde doen. Katten hebben net gegeten, dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Vanavond ga ik 4 handen op 1 buik kijken. Ik kijk Married at First Sight, Klee en Rex. Dus dat wordt mijn avond. Ik wil nog eventjes een artikel of foto's bewerken. Ik wil eigenlijk proberen of ik de vlog kan afmaken, zodat ik morgenmiddag eigenlijk even mijn haar kan verven. Ik heb morgen al wel op tijd een afspraak en daarna moet ik door naar de Action om een cadeautje te kopen voor mijn vader. Maar verder wordt het eigenlijk niet een hele spannende avond. Voor mij een beetje zoals elke avond. Dus straks lekker douchen en eten. En dan plof ik op de bank voor GTST. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En vergeet dan even niet om dat belletje aan te zetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!